Mijn inspiratiebron voor mij, dat is nog altijd mijn papa. Hij was een wetenschapper in hart en nieren, maar toch ook wel een heel gelovig iemand. En het was de meest eerlijke en integere man die ik ooit gekend heb. Mijn inspiratiebron zijn veel oud-collega's, zeker toen ik hier juist begon te werken, waar dat ik mijn licht kon opsteken en dat met tips gaven. En die dat toch al iets langer in het onderwijs stonden en langer in een Boskoschool stonden, daar heb ik echt veel van opgestoken. Mijn inspiratie heb ik gehaald uit de zusters. Hè? Soms vergeet je eigenlijk, als je bij hun bent, dat ze mensen zijn. Dat is echt waar. Hè? Die hebben zoveel geduld. Dominique Savio, een van de geliefde leerlingen van Don Bosco. En eigenlijk door heel één specifieke zin, één heel belangrijke specifieke zin. En dat was, heiligheid is belangrijk om blij te zijn. Nee, ik moet het anders vernoemen. Heiligheid bestaat erin, blij te zijn. En ik denk dat dat een mooie boodschap is voor ons alles. Laten we blij zijn met wat er is, blij zijn met wat we hebben. En dan kunnen we ook wel heilig zijn. Nelson Mandela, want die heeft in Zuid-Afrika goede dingen gedaan voor de zwarte, die is opgekomen. Maar zonder geweld, dat de blanke en de zwarte even belangrijk zijn. En ook Don Bosco, want die deed heel lieve dingen voor de kinderen en nog zo allemaal dingen. Don Bosco is zeker een inspiratiebron voor mij geweest. En dat geldt zowel voor mijn beroepsleven als mijn privéleven. Wie voor mij eigenlijk een inspiratiebron is, dan moet ik in het algemeen zeggen, eigenlijk heel het Don Bosco korps. Dat zijn natuurlijk vooral de, onder andere ook de Salesianen, de medewerkers van Don Bosco, de leerkrachten. Dat zijn uiteraard zo de grote, zoals Don Bosco of Moeder Teresa, zo de hele bekende. Maar zelf haal ik ook heel veel inspiratie uit de gewone mensen, om het zo te zeggen. Mensen die vrijwilliger zijn, die zelf een burgerinitiatief opstarten. Dus mensen die echt, mensen uit de buurt, die niet bekend zijn of zo, en die puur vanuit hun wil om andere mensen te helpen, aan de slag gaan. Mijn ouders zijn voor mij een grote inspiratiebron. De manier waarop zij hun opvoeding hebben doorgegeven aan ons is voor mij echt wel een inspiratiebron. Het geduld, ook de liefde, de goedheid ook. En het geloof dat zij hebben meegegeven aan mijn broers en aan mijn zus is voor mij wel een inspiratie. De persoon die ons inspireerde is Franciscus van Assisi. Dat is omdat hij mensen met armoedeproblemen probeerde te helpen en ook opkwam voor natuur en zo. En nu is het belangrijk om meer aan de natuur te denken, omdat er tegenwoordig heel veel klimaatproblemen zijn. Ja, zoals de ijskappen die smelten. En het wordt steeds warmer en warmer.